welkom. Ga lekker zitten. Wij, zoals ik al aangekondigd werd, hebben redelijk succesvol development en design gecombineerd in Scrum. We hebben dat Uber Scrum genoemd, vonden we cool klinken. En ik wil jullie vandaag vertellen hoe we dat doen. Als je vragen hebt onderweg, stel ze gewoon. Ik vind het leuk om het een beetje interactief te houden. Tijdens mijn praatje. En als je achteraf nog denkt van, oh, dat wilde ik eigenlijk ook wel weten, kan je gewoon tweeten en dan antwoord ik wel. Dus terwijl ik praat, denk ik naar wat betekent dat voor mij, voor mijn projecten, voor mijn team, voor mijn rol in het team, voor thuis, whatever. En stel die graag. Ik had gedacht om vanmiddag heel kort even iets te vertellen over Fabriek, voor wie Fabriek nog niet kent. Waarom we ooit zijn gaan scrummen, wat we allemaal hebben geleerd, wat we ontdekt hebben, wat ging goed. En je ziet punt 4, niet de heilige graal. Het gaat niet altijd goed. We hebben een paar keer flink onze neus gestoten, dat is ook leuk om te delen. En dan misschien zijn er nog meer vragen daarna. Voor ik begin, even... Wie heeft er allemaal al gescrumd? Alle handen? Ja, oké. Okay. Dus ik ga niet meer specifiek uitleggen wat Scrum is. Ik neem aan dat je dat een beetje weet ondertussen. Het gaat al zo lang. Alleen onze specifieke approach licht ik dan even toe. Of is er toch nog iemand die een algemeen verhaal over Scrum wil? Nee, hè? Goed zo. Dit is Fabriek, we zijn een ontwerpbureau, dit is onze locatie in Delft. We doen development, design, merkstrategie, zit allemaal bij elkaar. Geen Drupal development. Dit is onze locatie in Amsterdam. Die hebben we een tijd later geopend naar Delft. Hadden we een heel andere club ontwerpers die bij ons kwam werken. Toen ook nieuwe klanten hebben we toen aangeboord. Het was een leuke operatie. En onze nieuwste vestiging zit in Rotterdam. Daar zit ik. Daar hebben we een stukje van de toren naast het station mogen huren. En lekker helemaal opnieuw ingericht. We scrummen heel veel. We scrummen heel veel met bekende Nederlandse merken, zijn we trots op. Wat ik gemerkt heb, is dat het ook helpt om nieuwe klanten over de streep te trekken. Want soms vinden mensen het nog steeds een beetje eng, dat Scrum. En ja, je spreekt niks af over scope en hoe kan dat dan allemaal goed gaan. En als je dan dit laat zien, ja, weet je, met hun werkt het ook. Dus met jullie moet het ook goed komen. Misschien een paar sites waar je ons misschien van kent. Sites van Artis. De site van 92 en al de apps hebben we onder andere ontwikkeld. Gescrumd van merkstrategie af aan. En de site van het Rijksmuseum zijn we ook redelijk beroemd om ondertussen. Het boek hebben we een tijdje terug geschreven. Daar was ik een van de mede-auteurs van. Want wat we gedaan hadden een tijd terug, dat licht ik zo nog even toe, is die ideeën van Scrum opgepakt en daar ontwerp aan toegevoegd. En daar hebben we dit boek over geschreven. En toen hebben we samen met een club die heel goed trainingen kan geven, ook een training opgestart, Scrum Academy. Dat is ook heel leuk, want wij weten heel veel van Scrum, maar we weten helemaal niks over hoe je mensen traint. Dus dat werd een hele leuke samenwerking met hun. En dat is een beetje waar wij vandaan komen. Het Scrum bij Fabriek is ergens begonnen in 2008, dat is alweer 7 jaar geleden. En het is een beetje uit frustratie geboren toen. Wat gebeurde er namelijk? Ik weet niet of... Je hebt lange discussies over scope met klanten. Je wil zo'n hele dichtgetikte offerte maken. Zorg dat je niks vergeet, maar dat het ook mooi wordt. En dus je praat best wel in abstracte termen over wat moet het gaan worden. Je weet het zelf nog niet goed, maar je probeert toch je ass te coveren dat je niet nat gaat. Nou, dat zijn helemaal geen hele creatieve en geen leuke discussies. Daar wilden we wat mee.
als dat project dan ging lopen, dan had je van die designers die met Photoshop prachtige dingen maakten. En dat ging je dan op een foamboard plakken en dan presenteren. Maar het is wat we dan zagen is dat het heel moeilijk is voor klanten om te doorzien wat dat betekent. Interactief. Wat gebeurt er als je klikt? Wat wordt de dynamiek van zo'n pagina? Waar kan het heen gaan? Dus zo'n foamboard blijft een heel matig communicatiemedium. Dat vonden we een beetje irritant. En zo'n project, dat lijkt heel overzichtelijk. Ja, je hebt de analysefase, een ontwikkelingsfase en een release. En dan heb je allemaal subfases erin. Nou, super overzichtelijk. Maar tussendoor ben je over en weer aan het gaan van fase naar fase. Allemaal voortschrijdend inzicht tussen presentaties. De hele tijd eigenlijk van je echte werk gehouden. Je gaat veel te lang praten over het design en het merk en het logo. Want het is veel makkelijker om daar wat van te vinden dan van code. Dus die ontwikkelaars die waren dan wel ingepland volgens dat trappetje van de vorige slide. Maar die zaten uiteindelijk toch te wachten. Vonden we ook niet zo tof. Of je hebt een prachtig ding getekend op dat foamboard. En een briljante concept bedacht met allemaal waanzinnige koppelingen erin. Maar dat blijkt vies tegen te vallen om dat te maken. En als je het dan gaat maken, dan is het niet helemaal wat je ervan verwacht. Dus toen dacht ik, dit moet allemaal anders. We moeten iets met dat design en dat development, dat moeten we dichter op elkaar krijgen. Dus toen hadden we ergens een lelijk pdfje gedownload van het internet. Dat heette Scrum and XP from the Trenches. Ik weet niet of iemand het gelezen heeft misschien. Er zijn allemaal prachtige verhalen in, maar dat was heel abstract. Het is heel moeilijk om dat te vertalen naar onze dagelijkse praktijk. Er stond bijvoorbeeld in van, weet je, haal alle stoplichten weg. Zorg dat je de hele tijd door kan. Maar ja, je moet wel iets van een tekeningetje gemaakt hebben, iets van een design gemaakt hebben voor je wat met HTML kan doen. Dus er blijft iets van afhankelijkheid in zitten. Hoe los je dat op? En Scrum had ook, weet je, het concept van het minimum viable product. Maar wat is dat dan? En hoe kan je aan een klant uitleggen dat het heel belangrijk is om daarmee te beginnen, om eerst de kern te pakken? Want als ze bij ons komen, dan willen ze altijd het mooiste en het nieuwste en het grootste. Maar dan wil je toch eigenlijk eerst even bij de kern beginnen om te kijken of dat werkt en hem daarna uitbouwen. Dus je wil met zo'n kurkentrekker eerst weten of je wel kurken kan pakken met zo'n wokkel, voor je een hele moeilijke maakt die je met heel weinig kracht kan bedienen. Wat we ook nog wel eens meemaakten, is dat klanten met ons gingen masterminden. Mastermind ken je, weet je, heeft één persoon vier van die kleurtjes achter een klepje zitten. En dan moet je raden wat erachter zit. Weet je, en dan heb je van die klanten die zeggen, ja jullie zijn het ontwerpbureau, dus bedenk maar iets wat wij mooi vinden. En dan, weet je, en dan kom je drie keer terug. Nee, dat is niet helemaal. Nee, denk nog maar even door. Nou, dat is super irritant. Blijf je bezig. Dus dan gingen we op zoek naar van hoe kunnen we zo iemand veel meer betrekken in het creatieve proces, zodat je van dat mastermind af bent. Maar ook, weet je, onze developers die hadden heel vaak moeilijke dingen gebouwd. Die wisten waar de shit zat, waar je tegenaan kon lopen. En die wil je ook naar voren trekken in dat concept. Wat je traditioneel dus een ontwerper of een interactieontwerper of misschien een strateeg die een concept neerzet. Maar ja, die ontwikkelaars die waren zo druk met bugs fixen en die waren veel te laat begonnen omdat ze zaten te wachten op de ontwerpers. Dus die hadden helemaal geen tijd om bij het volgende concept mee te kijken. Dus dat werkte niet. Maar goed, in het boekje klonk het allemaal heel logisch. Maar hoe doe je dat? En ook het overzicht houden over projecten vonden we heel ingewikkeld. Je hebt allemaal met Excels en planningen erin. Maar dan ben je vaak meer je Excel aan het bijhouden. Want de planning die je van tevoren bedenkt, dat wordt hem natuurlijk nooit. Dus dat Scrum, dat lijkt allemaal heel veelbelovend. Om dat allemaal op te lossen, was het toen in 2008. Eindgebruikers, dat zagen we ook in één keer. Oh ja, dat is tof. Als je van tevoren de mensen die werkelijk door de site klikken kan betrekken. Weet je, hoe tof is dat? Want anders is het toch een beetje
koffiedik kijken met zo'n klant. Wel eens niet eens. Ik denk dat bezoekers dit gaan doen. Nee, bezoekers gaan dat doen. Nee, bezoekers gaan dit doen. Nee, bezoekers gaan dat doen. Echt niet, ze gaan dit doen. En als je ze dan even er doorheen kan laten klikken, ben je van dat gezeur ook af. En volgens Scrum beloofde dat het allemaal zou kunnen. En dat is van een agile methode. Ik heb hier een plaatje van Bruce Lee, want die riep dat ook altijd, be like water. Dat was dan zijn adagio, dat vond ik super cool. Het klinkt allemaal heel tof, maar het is allemaal papieren en hoe ga je daarmee aan de slag? We hebben heel vaak onze neus gestoten toen we daarmee begonnen. We hebben bijvoorbeeld product owners van fabriek gehad in plaats van de klant. Dat ging helemaal fout. Of we hadden bedacht dat we gaan helemaal niks ontwerpen en we gaan gewoon gelijk allemaal bij elkaar zitten en dan maar van een leeg canvas beginnen photoshoppen. Dat werkt het ook niet. Dus zo zijn we dat langzaam gaan leren. En wat we gezien hebben in onze aanpak is dat we hebben die sprint 0, die je allemaal wel kent van Scrum, een soort voorbereidende fase, die hebben we relatief ver opgeblazen en daar een groot stuk strategie en concept in gedaan en backlog opstellen, wat je traditioneel doet in sprint 0. En daarna zijn we gaan sprinten met alle disciplines parallel. Dus een interactieontwerper, een visuele ontwerper, een paar ontwikkelaars, 2, 3 front-end, back-end, afhankelijk van de situatie. De redactie zijn we ook in de Scrum gaan trekken. Dat heeft ons ook heel veel opgeleverd. Want dan ben je niet meer aan het bouwen met lorem ipsum of gekke plaatjes van katten. Maar dan heb je gewoon, terwijl je bezig bent, al een beetje zeker dat koppen erin gaan passen, dat teksten de juiste lengte hebben. Je kan die redactie een beetje meenemen in het CMS en hoe dat werkt en hoe ze dat allemaal moeten invullen. En een redelijk recente ontwikkeling van de laatste 2 jaar is dat we ook testers mee hebben laten draaien. En daar vertel ik zo nog wat over. En op die manier hebben we erin geslaagd om al die disciplines tegelijk of parallel te trekken. En wat je ziet is dat het aantal demo's of tussenpresentaties ook fel verminderd is ten opzichte van het trappetje. Dat is ook fijn, want dan ben je bezig met dingen bouwen in plaats van erover lullen. Dus dat is ons proces geworden. En wat ik hier nu vanmiddag wil vertellen gaat over die sprint 0. Want dat is de sleutel om al die disciplines parallel te trekken. Als je die sprint 0 goed doet, als je het goed voorbereidt, dan kan je heel makkelijk design en development parallel scrummen. Die sprint 0 zijn we gaan zien als een soort snijfase. Als je gaat koken, als je gaat roerbakken, ik weet niet of jullie wel eens roerbakken, dan is de idee dat je van tevoren al je paprikaatjes snijdt en al je shiitake champignonnetjes en al je paksoi en alles en dan je rosbiefjes heel dun. En daar ben je nog een half uurtje mee bezig. Maar als je dat allemaal hebt, dan kan je in 10 minuutjes kan je het allemaal wokken en dan heb je een heerlijk, lekker vers gebakken maaltijd. Dus die sprint 0 moet je daar een beetje mee vergelijken. We snijden alles een beetje voor, zodat we het in een sprint allemaal in elkaar kunnen schroeven aan een hele hoge snelheid. Wat doen we in zo'n sprint 0? We noemen sprint 0 ook de fase waarin je een strategie doet. Vanuit fabrieken werken we altijd vanuit het merk, vinden we heel belangrijk. Dus dat je een goede merkstrategie hebt, een goede positionering, dat je weet welke rol je wil spelen in de levens van je klanten. Hoe de website past in andere touchpoints vinden we heel belangrijk om goed te weten van tevoren. Misschien is er al wat user research gedaan over wat mensen willen. Wil je natuurlijk ook meenemen. En wel heel duidelijk die projectdoelen scherp hebben met elkaar. En ja, dat is veel meer dan de klant die zegt, hey, dit is het logo, plak het er maar boven. Je wil dat merk echt wat verder uitgezocht hebben. Wat we ook doen in een sprint 0 zijn teambuilding oefeningen. Bij fabrieken werken we zo dat we
niet altijd alles zelf developen, wat we tekenen. Of soms doen we met HTML, soms zonder HTML, soms met backend, soms zonder backend. Soms leveren wij de copywriter aan, soms de klant. Dus die teamsamenstellingen die wisselen nogal. En zo'n sprint 0 die is heel fijn om ook te gebruiken om een teambuilding oefening te doen. Kunnen we ook soms een training in doen. En wat fijn is dat je dan allemaal dezelfde soort Scrum gaat doen. En dat, ik maak nog steeds mee dat mensen Scrum maar moeten gaan doen van hun baas en het eigenlijk stom vinden. Zo'n teambuilding, dag, sessie, training, oefening, dingen is heel fijn om al die onderhuidse spanningen eruit te krijgen en daarna vol productief met elkaar aan de slag te gaan. En het gaat een stuk verder dan, ik ben Karel, ik werk bij Functioneel Beheer. Ik ben John, ik schrijf de functioneel ontwerpen. Dat, weet je, dat werkt gewoon slecht. Wat we ook doen in een sprint 0 is een product statement ontwikkelen. Dat is een één zin waarin je beschrijft wat je nieuwe website gaat doen, wat die levert, wat je er kan halen, op welke manier. Wat maakt het uniek? En vooral, wat is de kern van de zaak? En die zin, dit is er eentje van de sting, ik weet niet of, ja, het is wel redelijk te lezen. Die hang je, print je dan uit, hang je groot op in de Scrum Room. En als je dan weer te diep in een bepaald technisch ding zit, dan is het wel fijn om af en toe op te kijken. Oh ja, hier waren we mee bezig, weet je, dit is de kern, dit is belangrijk. Het mooie van dit ding is dat het een hele goede manier is om de input te verzamelen van heel veel belanghebbenden omheen het Scrum Team. Mensen die niet direct in het Scrum Team zitten, maar wel heel belangrijk vinden van wat erin gebeurt. En ook even hun ei willen leggen, hun dingetje willen zeggen. En samen met die mensen ontwikkelen we dan die product statement, propositie noemen we het ook. En dan is het voor hun ook een soort verzekering dat we dit ook werkelijk gaan bouwen in de Scrum. Heb je minder discussies over scope. We doen het één zin, kan je groot uitprinten aan de muur en het is geen rapport of zo. Geen projectstartarchitectuur of een projectinitiatiedocument of weet ik veel wat. En we gaan ook al ontwerpen in die sprint 0. Dus de belangrijkste 2-3 pagina's van de website, die tekenen we gewoon al even helemaal uit. Zodat we een idee hebben van, weet je, dit wordt het. Het helpt ook om de backlog op te stellen. Want dan kijk je naar die pagina's en dan kan je zien, oké, daar zit een user story, hier zit een user story. Dit moeten we bouwen, dat moeten we bouwen. We gaan niet de hele site uittekenen, maar gewoon even het basisidee, het concept. Een aantal stijlelementen, welke typogrammen gaan we gebruiken, welke kleuren bepalen we, zonder dat het een hele gedetailleerde stijlgids is. Dus daarmee kan je en de backlog vullen en vaak kan de front-end developer op dag 1 vanaf die basispagina's al gelijk aan de slag. Want je zegt ook iets over grids en zo en wat je wil gaan doen. Dat is nooit helemaal wat het gaat worden. Dit is er eentje. Dit was het schetsontwerp voor wat we voor het UWV gedaan hebben. En in productie is het die geworden. Dus je ziet, daar verandert nog wat in onderweg. Je houdt jezelf nog wel wat speelruimte in het ontwerp. En dat kan ook, want die ontwerper die loopt gewoon mee in het Scrum Team. Maar je ziet dat ook de basisideeën met navigatie, links, blokken, grids, dat zit er allemaal in. Een ander voorbeeld wat we gedaan hebben is Bilderberg. Even kijken, gaat het filmpje spelen? Ja, het gaat spelen. Dit is het conceptontwerp waarmee we dus sprint 0 afsloten. En wat je ziet is dat we nagedacht hebben over fullscreen video. Wat zit er in de navigatie? Hoe brengen we die omgeving in beeld? Wat is er verder op zo'n homepage te zien? En hoe vertaal je dat merk en die propositie heel goed naar een webpagina? Why settle for less is hun payoff. Dus
dat is redelijk uitgewerkt. En dit is even een screencast die ik daarnet gemaakt heb van de huidige homepage. En je ziet dat heel veel van die ideeën, die zijn intact gebleven, maar dat linkermenu is weg. En je kan direct boeken op de homepage. Dus er zijn wat dingen bijgekomen, wat dingen afgegaan. Maar de basisidee, dat je, een lange homepage hebt met fullscreen video, dat weet je al. Je weet wat voor stijl, typografie en dingen je gaat gebruiken voor je de Scrum ingaat. Dit is een voorbeeld wat we voor Wageningen gedaan hebben. Dit is de tekening waarmee we de Scrum ingingen. Je weet al wat er in de hoofdnavigatie zit. Je weet dat je heel groot ergens de mission statement op de homepage wil. En heel veel plaatjes met groene dingen erop. En 9 maanden later, als het live ging, sta je er met deze homepage. En dan zie je, het is niet dezelfde, maar heel veel basiselementen die zijn erin blijven zitten. En dat vind ik het mooie van Scrum. Je zet iets neer wat een goede kern heeft, maar je houdt je tijdens het scrummen, heb je wel de vrijheid om het beter te maken en passender op de techniek, op de organisatie, op wat je wil communiceren. Dat. Wat we ook doen in een sprint 0 is een technisch ontwerp. Ja, je weet, hoef ik weinig over te vertellen. Wat we liever niet helemaal doen is dingen met een functioneel ontwerp helemaal uittekenen. Ik vind die dingen, die functionele ontwerpen ook altijd behoorlijk onleesbaar en weinig inspirerend. Dus het gevolg is dat mensen die dingen toch naast zich neerleggen. We maken ook een outline in de sprint 0, dus je gaat alvast even kijken, oké, welke pagina's heb ik, welke hoofdgedeeltes heb ik. Zo'n outline is ook interessant om je backlog vanaf op te bouwen. Dus dan zie je ook wel paginatypes, welke content moet erop, zit er nog dynamische content op of is het allemaal standaard CMS-spul. Dat blijkt hier al een beetje op. Maar het is geen volledig contentplan, wat ook wel eens een rapport van 1 centimeter kan zijn. Weet je, met waar haal je de foto's vandaan en hoe schrijf je de teksten en wat komt er precies allemaal op. Maar je hebt wel een idee van, oké. Zo. User stories schrijf je natuurlijk, dus want je hebt zo'n outline, je hebt wat eerste concepten, dus daar vandaan kan je user stories schrijven. En die user stories, dat kan ik eigenlijk 2 uur los over praten, over hoe schrijf je een goede user stories. Maar met zo'n user story kan je ook heel veel doen in termen van vrijheid voor het design. Je kan zeggen, oké, user story is homepage. We maken een homepage of we maken user story, search page. Maar dan omschrijf je user stories als functionele blokken, terwijl je liever een user story juist in termen van de eindgebruiker wil beschrijven. Waardoor je als developer, waardoor je als interactieontwerper nog veel meer ruimte voor jezelf overhoudt om echt binnen het concept de beste oplossing nog steeds te gaan zoeken. Dus dat is een user story uit het allerhande project. Ik weet niet of jullie die app kennen. Die is redelijk populair ook, geloof ik. Je wil geïnspireerd worden met recepten. En, weet je, veel concreter wordt het niet omschreven. En dan gaat het over het eerste wat je ziet als je binnenkomt. En als we niet gaan uberscrummen, dus alles parallel trekken, dan kan je ook zeggen van, we maken, wat we ook wel eens doen is dan, als het niet lukt om alles parallel te trekken, is om die user stories op te splitsen in een design story en een development story. Of hier gaat het zelfs wat verder. Weet je, je hebt 5 gradaties wat je allemaal mee zou kunnen nemen in zo'n user story. Hoe kan dat gebeuren als bijvoorbeeld de development heel complex is met allemaal ingewikkelde koppelingen en dat het relatief langer duurt om iets technisch te implementeren dan het tekenen, dan is het wel slim om het op te splitsen. Dus het zou je dan zo kunnen doen met typisch user stories. En wat je dan krijgt, wat wij dan noemen, is een staggered sprint. Dus dat we
in wel alle mensen in één ruimte hebben. Dus dan heb je wel steeds die designer, interactieontwerper, stratege, alles, ontwikkelaar, front-end developer, zit allemaal samen in één hok. Dat doen we nu bijvoorbeeld voor de Schooltas-app. Maar de designers zijn alvast bezig met uittekenen wat de developers in de volgende sprint gaan maken. En zo heb je wel die uitwisseling, dat samenwerken, die synergie als je wil. Maar zonder dat je per se hoeft te uberscrummen en dat je alles parallel trekt. Voor die Schooltas-app is dat bijvoorbeeld belangrijk, omdat het is allemaal iOS-development. Het gaat wat minder snel dan even een webpagina op een relatief standaard CMS in elkaar schroeven. Maar goed, uberscrum is waar we altijd naartoe streven. Vandaar de blender ook aan het begin van mijn praatje. Even kijken, hoe ga ik met de tijd? Oh, briljant. Dan in Sprint 0 doen we ook de backlog prioriteren. Hoe wij dat doen, wat wonderbaarlijk goed werkt, is als je daar niet over praat. Je schrijft al de user stories op, je legt ze op de grond of op een tafel en je gaat met het hele team zonder een woord te zeggen de boel op volgorde schrijven. En je krijgt wonderbaarlijk goede backlogs in heel weinig tijd met heel weinig gelul. En dan hangen we die ook zoveel mogelijk helemaal aan de muur. Want dan heb je als team ook een heel goed gevoel van, vaak ben je een half jaar aan scrummen, van wat moeten we nou hebben over een half jaar? En gaan we een beetje goed? En je krijgt een beetje gevoel over de grote lijn. En we maken ook een definition of done. Zo'n user story, wanneer is die nou echt af? En dan kunnen daar hele softe dingen in zitten, zoals hier. Zit aan de art directors, dat waren hier Sanne en Koert. Die moeten het tof vinden. Nou, dan is de user story af, maar dan heb je ook allemaal J-meter tests. Dat snap ik allemaal niet, ik ben niet zo technisch, maar die moesten ook gehaald worden. Maar het is heel fijn om dat vooraf met het hele team afgesproken te hebben. Dan weet je waar je aan toe bent en dan geef je juist de inschattingen af als je met de user stories aan de slag gaat. Ook heel belangrijk en vaak onderschat aan Sprint 0 is de Scrum-omgeving. Heel vaak meegemaakt met klanten. Ja, kom maar goed. Ja, jullie krijgen die server. Nee, jullie krijgen toegangspassen. Nee, kom goed. Sta je daar op dag 0 allemaal met je laptopje. Heb je geen pas, heb je geen wifi, heb je geen inlog, heb je geen testserver. En dan zit je eerst gewoon 2-3 dagen te kloten om dat voor elkaar te krijgen. Echt heel kostbaar. Als het niet lukt. Oh, printer staat er ook bij. Superbelangrijk, vind ik. Je denkt, oh, we doen toch alles digitaal. Maar als je alles uitprint en aan de muur hangt, dan heb je juist die toevallige gesprekken. Hey, zit het zo? Oh, het is goed om te zien. Handen, weet je, alle stijlelementen zijn altijd allemaal uitgeprint aan de muur. Dan weet je wat de laatste status is. Nieuwe ideeën. En dan heb je de meeste effect van samen zitten in één ruimte. Zo'n printer is vaak ook niet triviaal om te regelen, omdat je met meerdere bedrijven samen zit. Vaak gehad dat ik naar de mediamarkt ging om even een losse inkjet te halen, want die kon wel heel makkelijk met wifi erop en iedereen erop printen. En je wil ook iets van een issue tracker alvast hebben tijdens het sprinten, want wat we doen in het sprinten, daar kom ik misschien zo op. Ik vertel zo meteen, als je het team samenstelt, kan beter gelijk even doordoen. Je wil eigenlijk tijdens het scrummen al een tester aan boord hebben. Dat doe ik steeds vaker tegenwoordig, omdat als je zeker met responsive en zo en al die devices, dan wil je dat er gewoon één iemand is die al die apparaatjes om zich heen heeft en de hele tijd alles op alle apparaatjes gaat testen en daar heel goed in is en daar scripts voor maakt. Zodat je de front-end developer, dat die door kan met zijn echte werken en nieuwe dingen bouwen. Dus zo'n tester hebben we vaak gelijk in het team. En dat betekent dat hij ook een issue tracker nodig heeft om al zijn dingetjes in te doen. En
Dan kan je zelf kiezen per scrum van ga je die issues gelijk opvegen of ga je na 3-4 sprints even een veegfase inlassen waarbij je de belangrijkste issues eruit trekt. En zo'n tester is niet zomaar een tester. Ik ben altijd op zoek naar een proactieve tester die zijn informatie gaat halen, die zijn testscripts opstelt, die testdata maakt, die testen kan automatiseren. Dus die al die apparaatjes heeft. En soms geeft de tester ook demo's, omdat hij heeft zijn testdata gemaakt, hij heeft zijn test gemaakt en vaak zijn die tests ook hele goede use cases. Ik ben er vaak heel blij mee, want door die testers normaal, je bent geneigd om altijd aan de happy flow te denken doorheen je app of site. En met zo'n tester weet je zeker dat alle randgevallen ook meegenomen zijn. Dus dat over de Scrum Room. Nou, team, het is belangrijk. Ik zet die product owner altijd centraal. Dat vind ik heel belangrijk. Als ik die is iemand van de klant bij ons altijd. Als we die niet kunnen krijgen, als hij geen mandaat heeft, als hij geen tijd heeft om bij het team te zitten, dan ga ik ook niet scrummen. Dan zeg ik gewoon keihard, ja joh, we gaan het traditioneel doen, goede oude waterval, niks mis mee. En een goede product owner is echt key om te gaan scrummen, want je ziet, die doet alle afstemmingen met alle stakeholders. En die zorgt dat zo'n scrum team heel snel door kan. Ja? Zeg je dan echt, we gaan waterval? Ja. Ja, ja, ik... Oh ja, dat kan prima, maar dan ga je water vallen, dan wordt het niet zo mooi, duurt het wat langer en is het wat duurder. Maar je komt wel over de eindstreep. En als je denkt van, ah, we gaan sowieso scrummen en we moeten scrummen en scrum is helemaal tof. En je hebt echt een hele rottige product owner, dan heb je een veel groter probleem dan een watervalletje wat misschien een beetje uitloopt. Ja, ja. Ja, je krijgt echt onwijs veel gezeik mee. Ik heb mijn lesje wel geleerd. ja, die teamleden, nou, je moet dus sowieso alle rollen hebben. Ja? Wat zijn jouw criteria dan voor een goede product? Dat die mandaat heeft. Dus dat hij beslissingen mag nemen namens een organisatie. Dat hij keuzes durft nemen. Je hebt ook wel mensen die denken, ja, groen. Ah, nee, toch rood. Ah, vond groen ook niet slecht. Nee, liever rood. Ah, en de volgende dag, ah, toch maar groen. Ik heb er even een nachtje over geslapen. Dat soort types moet je niet hebben. Ja... Een beetje gut feel, denk ik, inschatting, ervaring. Zo'n product owner die draait vaak mee in een strategiefase, in een sprint 0. En dan kan je het al een beetje aanvoelen, want je bent al een product statement aan het maken met elkaar. En dan kan je gelijk al een beetje aanvoelen wat voor iemand dat is. Sprint 0 afkaken. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Dus je kan hem dan afkappen naar sprint 0 en dan heb je ook een prima analysefase achter de rug om een watervalletje te gaan doen. Wat vind ik nog meer belangrijk aan een product owner? Dat hij ook niet te eigen gereid is. Want vaak heb je mensen die juist heel goed keuzes kunnen maken en precies weten wat ze willen, maar daardoor de connectie verliezen met hun eigen organisatie. Waardoor je als scrum team helemaal los kan fietsen van de rest van de klant. Ook super gevaarlijk. Dus ik stuur soms product owners ook maar even terug van, ja, dat zeg je wel, maar moet je er niet even afstemmen? Weet je, het kan ook de andere kant op doorslaan. Wat is nog meer belangrijk voor de product owner? Dat het iemand van de klant is. Dat is voor mij ook echt cruciaal. We hebben wel eens geprobeerd om een product owner te hebben. En dat is dan een freelance projectleider of een externe programmamanager. Die even product owner gaat spelen, maar de business van zo'n klant helemaal niet kent. Nou, dat is echt super vervelend. Je moet echt mensen hebben die hun eigen business heel goed kennen.
Ik heb ook product owners gehad die van het functioneel beheerteam kwamen bij de klant. Ook geen succes, want die gaan alles vanuit beheer sturen en beheersbaarheid. En dan krijg je een product wat helemaal dichtgetikt zit, waar de redactie en misschien landen marketingteams helemaal niet meer kunnen. Maar waar het beheerteam super blij is mee is, want ze hebben alles onder controle. Weet je? Dus je moet wel een klantcommunicatie, marketingachtig figuur hebben die zijn business heel goed kent en die zijn bedrijf heel goed kent. Antwoord op je vraag? Ja. De rest van het team, ook niet iedereen is geschikt om te scrummen. En dat hoeft ook niet. Dus je wil iemand die een beetje proactief is. Niet iemand die zit te wachten tot je zegt wat die moet doen. Iemand die senior genoeg is, dus die buiten zijn eigen vakgebied kan kijken en overziet wat de gevolgen zijn van wat hij doet of zij voor andere mensen. Als het een complex technisch achterland is, wil je graag een architect die je heel vaak kan raadplegen, zodat die developers binnen het grote kader met de juiste gedachten verder bouwen. En een beetje doeners, dus. Wat we absoluut niet kunnen hebben in Scrum zijn prinsesjes of moppersmurfen die de sfeer verpesten. Of kluizenaars die geen woord zeggen. Maar je hebt ook andersom. Hè? Je hebt mensen die alleen maar zitten te praten en verder helemaal niks maken of bouwen. En de hele tijd het team van hun werk houden. Die moet je ook niet hebben. Hebben we wel eens gehad dat de klant zei, ja, wij leveren de Scrum Master wel aan. En dan komt er zo'n figuur binnenzeilen die niks weet van web, van design, van strategie, van development. En alleen een boek over Scrum gelezen heeft. Komt er even bij zitten de hele dag. Ja, dat schiet niet op. Dus die testen hebben we het over gehad. Nou, dat is die sprint 0. Dus een relatief uitgebreide fase waar je al die dingetjes even voorkookt, zodat je keihard kan scrummen. Ja, een vraag. Je hebt budget voor x aantal sprints. Hè? Ja. Hoeveel maak je dan tussen sprint 0? Ik denk dat het budget is van een dikke sprint, anderhalve sprint ongeveer. Moet je op rekenen. Veel langer zit je niet vaak nodig? Nee, vaak is zo'n sprint 0 in de tijd wat langer dan een sprint, uitgesmeerd. Maar je zit gewoon, ja, wat minder vaak en wat minder intensief bij elkaar. Maar qua budget is het ongeveer zoiets. De rollen. Ja? Dat zijn er meer dan in het werk. Je hebt net je per sprint rollen. Ja? Zijn er meer mensen betrokken bij de sprint 0? Ja, bij de sprint 0 heb je veel meer mensen betrokken. Dus niet alleen het Scrum team, maar juist ook heel veel belanghebbenden. Daar ga je, weet ik veel, stuurgroepen, hoofden, communicatie, strategen, weet ik wat allemaal. Onderzoekers zijn erbij betrokken. Dus een wat ander team, een wat groter team dan als je werkelijk gaat scrummen. Ja. Ja, en die product statement te maken om die eerste concepten af te tikken. Om te weten hoe je omgaat met stijl en tone of voice en alles. Oké, goede vraag. Nog meer vragen? Oké, dus daarna ga je sprinten. Nou, dat ziet er zo uit. Dat weet iedereen toch? Hoef ik niet uit te leggen, hè? Ja? Niet vaak, maar we doen het wel. En ik denk dat dat ook goed is. Ja, ik weet niet of iedereen de vraag gehoord is. De vraag is, doen we wel eens een sprint 0 los van een hele scrum? Dus dat doen we vaak, of niet vaak, maar dat doen we wel. Waarom? Soms kan je pas inschatten hoeveel sprints je nodig gaat hebben na een sprint 0. Want dan pas heb je je hele backlog, dan pas heb je een goed product statement. En wat ook wel eens gebeurt is dat wij niet de ontwikkelpartij zijn. En dan is het handiger om een bouwpartij aan te trekken pas op het moment dat je sprint 0 80% af is. Want dan weet je heel goed hoe je dat moet
aanbesteden of uitvragen een developmentpartij om te helpen bij de realisatie. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja, precies. En dus die inschattingen geven, dit blijft altijd een beetje gut feel, maar we hebben al genoeg saaitjes gebouwd. Meestal zitten we niet heel ver van de waarheid. En daarna kan je nog kijken van, ja, maken we het budget sturend en gaan we daarbinnen even het belangrijkste bouwen? Of, beste klant, wil je dit echt allemaal hebben? Nou, dan moeten we er toch een paar sprints aan gaan plakken. Maar dan heb je wel een discussie erover, inderdaad. Doe je mee een aanbesteding? Ja. Ja, maar dat is aanbestedingen, daar kan ik ook een uur over praten. Nou, vaak komt het erop neer dat je een plan inlevert wat aantrekkelijk is en aansluit op de vraag van de aanbesteding, maar niet per se wat je gaat bouwen of niet per se wat goed is voor de instantie die de aanbesteding uitschrijft. Want daarna is het vaak slim om nog een keer vanaf nul opnieuw te beginnen. Is dat. Nou, wat ik al zeg, scrummen is niet... Oh, ik heb nog 5 minuutjes, ik ga hier heel hard erheen tikken. Scrummen is niet de heilige graal, het gaat wel eens fout. Wanneer gaat het fout? Als je van een project alle parameters vastklikt. Dus we weten allemaal, bij Scrum tikken we de tijd en de prijs vast en houden we de scope open om op tijd te finishen. Nou, er zijn mensen die per se alles vast willen tikken en dan gaat het heel hard fout. Ik krijg wel eens de vraag, ja, ICT-projecten worden wel eens veel duurder dan je dacht dat ze zouden worden. Los Scrum dit op. Nou, als je de scope ook vastklikt, dan los Scrum dit absoluut niet op. Want wat gebeurt er als je de scope ook vastklikt? Dan komen er extra teams parallel, komen er meer mensen in. Het schiet allemaal niet op. Dat gaat wel eens heel hard fout. Wisselende aanwezigheid is ook een killer als mensen in en uit het team lopen. Als je geen stabiliteit hebt in het team of de ene is er op maandag en de andere op dinsdag. We scrummen wel eens bij de klant waar we dan de hele tijd... Oh, kan je even bij die meeting zitten? Kan je even bij die meeting zitten? En die wil nog even wat zeggen en dan kan je niet doorbouwen. Killing. Bureaucratie. We hebben ook wel meegemaakt dat de... algemeen directeur iets vond van de, weet ik veel, van de afrondingen van de knop of zo. Killing, want dan kan je als team niet door. Dan moet je steeds je stempeltje halen. Moet je eigenlijk ook zeggen van, joh, we kappen ermee, we gaan watervallen. Een hele democratische klanten schiet ook niet op. Die kunnen bijvoorbeeld ook geen product owner leveren. Want die krijgt nooit mandaat, want iedereen moet stemmen. Als je van links naar rechts gaat, ook meegemaakt, halverwege de scrum, ja... Nee, deze sprint, dat wordt hem niet. We gaan hele andere user stories maken. Dus dan heb je allemaal dingen half gebouwd. Moet je die allemaal van de muur trekken. Opnieuw beginnen. Dat kost heel veel tijd. De motivatie van het team krijgt ook een gigantische deuk. Zo'n harde deuk. Niet tof. Besluitloosheid. Ik zei het net al even. Weet je, die product owner, als die niet kan kiezen. Slecht idee. Wat komt zo'n vraag, weet je. Of als hij niet in het team kan zitten, als hij te druk heeft ook, moet je niet doen, slecht idee. Of balans in het team, moet ook goed zitten. Want met junior, als je alleen maar junior mensen hebt, dan komt het ook niet van de grond. Je moet een aantal seniors hebben die de boel op sleeptouw kunnen nemen en de boel overzien. En je moet de ruimte hebben om te falen. Je weet gewoon, als je met een nieuw team zit, je werkt aan een nieuw product... bij een nieuwe klant, die eerste sprint, je gaat nooit alles halen wat je dacht dat je zou halen. En ja, moet je ook wel ruimte om, voor jezelf hebben ingebouwd. Maar goed, als je al die valkuilen weet te omzeilen, dan wordt het heel tof. Dus dus dat, alsjeblieft. Nou. Helaas geen tijd meer voor vragen, maar tweet.